De culturele organisatie NAX heeft voor de vierde keer op een rij de NAX iconenkalender uitgebracht. De lancering vond vrijdag plaats in het NAX gemeenschapscentrum en dat is aan de Thompsonstraat. Op de iconenkalender 2021 prijken 12 Surinamers die NAX eert vanwege hun belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van Suriname. Allen vanuit hun eigen invalshoek. Er is bij de keuze gelet op bijzondere prestaties en bijdragen aan de nationale cultuur en ontwikkeling. We hebben ook gezorgd voor balans in mannelijke en vrouwelijke iconen, zegt NAX-voorzitter Siegmund Staphorst. Wij van NAX een bijdrage moeten leveren aan het vergroten van de identiteit van Surinamers door voorbeeldpersonen naar voren te schuiven. Personen van wie we kunnen zeggen yes. Het zijn mensen aan wie we ons kunnen optrekken. Het zijn mensen die niet in de vergetelheid mogen geraken. Maar die ons voor tegel in ons midden moeten zijn. Omdat ze een positieve bijdrage leveren en ons trots maken. Met deze vierde editie van de iconenkalender heeft NAX al 48 bijzondere Surinamers aan de samenleving gepresenteerd. Staphorst zegt dat NAX van mening is dat bijzondere Surinamers vaker in het jaar belicht moeten worden. En daarom zijn we bezig om het scholieren-iconenproject te maken tot een groter project. Het betekent dat we hier op het terrein hierachter een permanente expositiehal gaan bouwen, zodat de kinderen van de scholen ook permanent de exposities kunnen bezoeken. Om kennis te nemen van wat ons eigen land heeft voortgebracht aan iconen. Een dergelijk project is heel belangrijk. We hebben gemerkt dat er vorig jaar leerlingen waren die nog nooit hadden gehoord van Henk Tjon. En we waren een beetje geschokt. En dat was dus de voorzitter van de culturele organisatie NAX, Siegmund Staphorst. Ze sprak vrijdag bij de lancering van de vierde NAX-iconenkalender.